Zo, oké, ik kijk nu in de camera en zo ziet zo'n foto eruit. Pen. Hey, what's good? Dit is Bana Steen Vechten. Dat wordt misschien net wat te veel energie, maar hey, dat maakt niet uit. Hey, what's good? Mijn naam is Steen Vechten en super tof dat jij kijkt naar een serie op mijn kanaal. Het heet Jongens over Meisjes. En vandaag gaan we het hebben over hoe jij weet of een jongen een fuckboy is. Ja, jongens exposen om te kijken hoe ze een fuckboy zijn. Let's go! Oké, dus dit zijn allemaal mijn eigen ideeën en ervaringen en zo. Maar, hey, kijk jij er anders tegenaan? Laat het even in de reacties. Of heb jij een tip voor de meisjes die kijken? Nou, zeg dan ook even in de reacties, dan hebben we dat ook weer gedaan. Oké, als allereerste, wat ik denk... Ja, als ik denk dat een jongen een fuckboy is, is het kijken naar zijn Instagram. Oké, om te kijken naar zijn Instagram. Je kan voor mij best wel snel zien of een jongen een fuckboy is op zijn Instagram. Ten eerste, als hij heel veel volgers heeft. Om van die foto's te maken dat je denkt van, gast. Wat? Gaat gewoon zo, weet je? Hij pakt zijn mobiel en dan doet hij zo en dan is hij meestal, heeft hij geen shirt aan, ja? Dan gaat hij dan zo. Zou je een beetje op zijn lippen bijten? Zo, oké, ik kijk nu in de camera en zo ziet zo'n foto eruit. What do they mean? I got no friends. Snap je dan? Dat ze dus een foto is, dat ze gewoon op hun lippen bijten, geen shirt aan hebben, weet ik veel, helemaal van de zijkant, zo, helemaal zo. Ja, dan ben jij bij mij een fuckboy. Als hij de hele tijd, maar ook echt de hele tijd, ja, aan je zit. En het hoeft niet zo van, oh mijn god, hij heeft een hele tijd een high five, nu is hij een fuckboy. Nee, dat is niet zo. Het is gewoon echt gewoon, als hij aan je kontje zit, echt gewoon de hele tijd. Hoeft niet, hij kan je ook gewoon leuk vinden. Het is gewoon moeilijk, weet je, om een fuckboy te spotten. Nog een tip om te weten of een jongen fuckboy is, zoek hem op Musical.ly. Als hij Musical.ly heeft en hij staat op deze manier te dansen. I got that sunshine in my pocket, got that good... Vind ik dat toch vies, jongen? Ten eerste, waarom zou je zo dansen? En ten tweede, waarom zou je dat doen? En ten derde, waarom zou je dat doen? Oké, nummer 4. Om te weten of een jongen een fuckboy is, is niet zo moeilijk. Ik niet, gewoon op WhatsApp de hele tijd van die smiley stuurt. En wie de pak belt er nou aan? Ja, als een jongen een fuckboy is, is het meestal dat hij niet in het openbaar gezien wil worden met jou. Dus stel, je vraagt hem, hey, zullen we vandaag weer een keer chillen? En dan buiten? En dan zegt hij, nee. Stel, je maakt een foto als zijn snap, maar hij wil alleen dat je naar één vriend stuurt en niet naar de meisjes of zo. Want dan wil hij niet dat de andere meisjes weten dat hij een ander heeft. Hey, ik ben hier wel goed in, ik kan het wel, ja. Oké, ik heb er nog één. Stel, hij heeft een vriendin en hij gaat de hele tijd met je flirten. Dan kan het meestal zijn dat het een fuckboy is, maar soms niet. Soms vindt hij jou gewoon oprecht leuk en is hij zijn vriendin saai. En wil hij eigenlijk dat jij zijn nieuwe vriendin wordt en dan vindt hij je oprecht leuk. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Zorg er dan zeker voor dat je liked en abonneert. Ik kan allemaal beneden. En ben je benieuwd naar mijn vorige jongens over meisjes? Vergeet dan zeker niet om hier te bekijken. En ben je benieuwd dat ik mijn producten ga testen? Druk dan hier en dan zie ik jullie panda's weer later. Oh yeah! Dat was mijn karate kick. Nou, doei.